Zo. We gaan weer verder met het blokje 3. De reunie die wordt naar buiten verplaatst. We kunnen daar verder gaan. Het blokje 3, proefdier vrije innovatie en beleid. En we hebben een vijftal sprekers. De heer Smit van het Nationaal Comité Advies Dierproevenbeleid. Dr. Edelenbos, mevrouw Edelenbos van het Rathenau Instituut. Dr. Meiboom van de Universiteit Utrecht. Professor Hellebrekers, die ken ik al 26 jaar zowat, van het Centraal Comité Dierproeven. En dokter Van Dijken van TNO. Ik stel voor dat we gewoon een volgorde beginnen met uw presentatie, uw inbreng. En dan volgen de vragen vanzelf, alsjeblieft, meneer Smit. En van harte welkom en dank dat u hier wil zijn. Dank u wel. Dank u alvast voor de introductie. Mijn naam is inderdaad Henk Smit. Ik ben de voorzitter van het Nationaal Comité Advies Dierproevenbeleid. En dit comité heeft een bijzondere geschiedenis voor wat betreft de transitie naar de proefdiervrije innovaties. Want in 2016, op verzoek van de toenmalige staatssecretaris, het is vanmiddag al even gememoreerd, heeft ons comité een advies over die transitie uitgebracht. En na dat advies, in de jaren daarna, is daar maatschappelijk, wetenschappelijk, maar ook in de politiek een heel hevig debat over ontstaan, gezien ook de vele bijeenkomsten die in deze Kamer zijn georganiseerd, maar ook in het veld. Op dit moment kijkt het NCRD terug op dat proces. Maar niet alleen kijken we terug, we kijken ook vooruit. En wat dat vooruitkijken betreft, hebben we een aantal positieve noties, maar we hebben ook een aantal bijzondere zorgen, die ik hoop in de komende minuten met u te kunnen delen. Dank u wel, dat was kort en krachtig. Mevrouw Edelenbos, alsjeblieft. Ja, ik ben senior onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Dank voor de uitnodiging natuurlijk ook. Bij het Rathenau Instituut doen we dus onderzoek naar de impact van wetenschap en technologie. Maar we kijken ook naar de manier waarop wetenschap, technologie en innovatie rekening kan houden met publieke waarden, met waarden die spelen in de samenleving. Dus we deden in de afgelopen jaren twee onderzoeken over proefdieren die daaraan raken. De ene is van aap naar beter, dus dat ging specifiek over aaponderzoek. Wat daar de stand van zaken van is. We deden interviews en we organiseerden een stakeholder dialoog over hoe proeven met apen af te bouwen. En het tweede is recenter onderzoek dier als donor. Dus dat ging over, dat was een maatschappelijke dialoog met heel veel verschillende maatschappelijke belanghebbenden en burgers over het gebruik van de organen van dieren voor het oplossen van het tekort aan menselijke donororganen. Dus een specifieke toepassing. En uit dit onderzoek komen twee kernpunten naar voren en onze belangrijkste boodschappen die we vandaag willen meegeven. Ten eerste is dat burgers niet lichtvaardig denken over het gebruik van proefdieren. Dat je daar toch wel echt een verschuiving in ziet van de maatschappelijke opinie. En dat er ook een idee bij zit van dat innovaties voor maakbaarheid, dat die begrensd moeten worden. Zeker als daar proefdieren voor nodig zijn. Dus alleen echt belangrijke maatschappelijk breed gedeelde doelen mogen volgens deelnemers daarvoor worden gebruikt. En alleen op voorwaarde dat er ook naar alternatieven wordt gekeken. Ten tweede, uit het stakeholder-dialoog over proeven met apen. Dat geeft eigenlijk hetzelfde beeld, denk ik, als het Nationaal Comité Dierproefbeleid. Het gaat echt om een transitie van het gebruik van dierproeven naar niet-dierproeven. Dus het zit echt in de haarvaten eigenlijk van ons onderzoekssysteem. Dus in de wetgeving, maar ook in de opleidingen en in de protocollen, et cetera. Dus het is niet makkelijk om dat te veranderen. Dat gaat niet vanzelf. Dus een te grote nadruk op technologische alternatieven. Daarmee loop je het risico dat eigenlijk het achterliggende systeem, waarbinnen proefdieren dus een dagelijkse praktijk zijn, dat die in stand wordt gehouden. Terwijl het ook gaat over fundamentele vragen. Dus over welke kennis en gezondheid is er eigenlijk nodig en hoe kan dit zonder proefdieren worden verkregen. Dank u wel, mevrouw Edelenbos. Dr. Meiboom,
Dan heb je het woord. Ik spreek namens de Universiteit Utrecht. Ja, dank u wel. En ook hoofd van het Center for Sustainable Animal Stewardship. Dat is een centrum waarin we Utrecht en Wageningen samenwerken op het terrein hoe we vanuit wetenschap de brug kunnen slaan naar samenleving op diervraagstukken. En wat ik voor dit thema even naar voren wil brengen, heb ik ook in mijn position paper gezet van de discussie tot nu toe gaat heel sterk ook over proefdiervrije innovatie, maar ook proefdieren als iets heel technisch. En dat hebben we ook echt nodig. Aan de andere kant steunt het heel sterk op onderliggende waarden. We vinden dieren belangrijker en dat zie je op allerlei plekken in de samenleving terugkomen. Dat is ook de reden waarom, daar zal Ludo Hellebreker overal eens over vertellen, dat we een afweging maken, een ethische afweging rondom de dierproeven. Het interessante is dat we dat bij de alternatieven eigenlijk veel minder doen. En ik zie een van, dat ging hier ook over, waar zitten struikelblokken in beleid en wetgeving. Een van de struikelblokken zie ik dat die maatschappelijke trend heel sterk terugzit in waarom we inzetten op alternatieven voor dierproeven. Maar het kader waarbinnen we dat beoordelen nog heel sterk uitgaat van al die andere waarden die we ook nog steeds belangrijk vinden, namelijk veiligheid, gezondheid. En daar zit een mismatch in. En ik denk dat daar een hele belangrijke uitdaging zit. En dat heeft te maken met wat we net ook zeiden. Als je er vooruit kijkt, dat heb je te maken met onzekerheid. En hoe belangrijker je iets vindt, hoe sterker je een bepaalde onzekerheid accepteert. Als je op een gegeven moment zegt, we hebben dat tijdens corona gezien, op het moment dat we zeggen, we vinden een vaccin heel erg belangrijk, dan zijn we bereid om bepaalde onzekerheden misschien wel voor lief te nemen. Je ziet nu nog dat de schema's heel sterk zitten op het klassieke veiligheid. Gezondheid stellen we heel sterk, uiteraard belangrijk. Maar aan de andere kant is denk ik belangrijk om die verschuivende waarden veel sterker mee te nemen. Dat is één. En het andere, en dat is eigenlijk iets wat Anne Kienhuis ook aangaf. Ik denk dat we die discussie ook veel integraler met elkaar moeten gaan voeren. Dus niet alleen maar aan het eind van een ontwikkelingsketen, maar door iedereen die erbij betrokken is, onderzoekers, maar zeker ook in die maatschappelijke dialoog. Dank u wel, dokter. Ik ga naar professor Hellebrekers. Ik spreek namens de Centrale Commissie Dierproeven. Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, Ludo Hellebrekers, voorzitter van de Centrale Commissie Dierproeven. En ik, alles gehoord hebben vandaag, mooie pleidooien. En ik denk, ja, ik ga niet een pleidooi houden, want dat past ook ons niet. Want de Centrale Commissie Dierproeven is een zelfstandig bestuursorgaan wat binnen de geldende wet en regelgeving proefdiervergunningen wel of niet moet verlenen. Wel of niet. En wij moeten dus zorgen dat wij vanuit dat gedachtegoed van het nee tenzij, wat natuurlijk ook voor onze leden, de bestuursleden, de uitgangspunt is, middels een degelijke ethische afweging, wij noemen het in het werkoverleg de schade-batenanalyse. En al die onderdelen staan ook genoemd in de pleitnota. Als een overzicht, moeten wij tot een besluit daarover komen. Dat doen we niet alleen, dat wordt wel eens gedacht, dat is onzin. We zijn een onderdeel van een keten. We zijn onderdeel van een keten die begint in feite bij de onderzoekers, dan bij de instantie voor dierenwelzijn, die de onderzoekers helpen het onderzoeksgedachtegoed zo strak mogelijk neer te zetten. En dan, heel belangrijk onderdeel, niks ten nadele van de IVD trouwens, maar een heel belangrijk onderdeel ook voor ons als onze belangrijkste adviseur, de Dierexperimentcommissie. En die Dierexperimentcommissie die pluist, zou ik haast zeggen, dat hele onderzoeksvoorstel uit. Er zitten ook onderdelen bij als systematic review in de laatste jaren. Daar zitten onderdelen bij, en er worden vragen gesteld over transleerbaarheid, over passend zijn van het model. En uiteindelijk adviseert de DEC, die het onderzoek onder zich heeft, adviseert de Centrale Commissie Dierproeven. En de Centrale Commissie Dierproeven neemt dan op basis van alle gegevens die er zijn, met een zwaarwegend meenemen van het DEC-advies, neemt daar een besluit. En dat is waar wij voor staan. Wij maken dus ook al zitten we in blok 3, wat gaat over beleid. Wij maken als zodanig geen beleid. Wij zijn een uitvoerend orgaan. We lopen wel tegen grenzen aan in ons werk. En ja, dat formuleren dan als dilemma's. En daar proberen we dan met derde partijen, en dat kan het ministerie zijn, kunnen ook adviescolleges, andere adviescolleges zijn, een oplossing voor te vinden. Tot zover, meneer de voorzitter. Dank je wel, professor Hellebrekers. En dan gaan we naar meneer Van Dijken, dokter Van Dijken van TNO. Ja,
Voor de mensen die het niet weten, TNO is een toegepast kennisinstelling en wij doen ook biomedisch onderzoek voor het begrijpen van ziekte en het evalueren van medicijnen en kandidaatmedicijnen. Er is denk ik al heel veel gezegd en ik had de neiging om dingen te zeggen die al gezegd zijn. Dus daarom wou ik eigenlijk wat casuïstiek geven wat wij hebben meegemaakt. En ik denk dat een mooi voorbeeld daarvan is onze AMS-technologie die we hebben ontwikkeld. Dat is al begonnen in 2010. Toen hebben we een duur apparaat gekocht. En de gedachte was, de mens is het beste modelsysteem voor de mens. Dus laten we medicijnonderzoek in mensen gaan uitvoeren. Want wat is de essentie ervan? Met dit apparaat kun je hele kleine hoeveelheid radioactieve stof meten. Als je heel weinig aan mensen kunt geven, kun je al heel vroeg in de ontwikkeling van medicijnen dat op een veilige manier, zonder al te veel dierproeven, aan mensen geven. Het is nu 2023 en nu pas zie je de afgelopen jaren dat de industrie aan het converteren is. Dus ze gaan hun werkwijze aanpassen om dit te implementeren. En dan kan de vraag zijn, waarom duurt dit zo lang? Nou, onze ervaring is dat ze altijd willen weten hoe gevalideerd is de methode. Dus laat eerst maar eens zien dat de data die het oplevert, dat die ook echt bruikbaar zijn. Laat maar eens zien dat het goedkoper kan dan eventueel met dieren en andere methoden. Laat maar zien dat het onze ontwikkeling versnelt. En laat maar zien dat uiteindelijk als ik met mijn dossier naar de autoriteiten ga, de FDA of de EMA, dat ze het accepteren. Nou, daar is vele jaren onderzoek, eigenlijk meer implementatieonderzoek voor gedaan. We hebben daadwerkelijk humane studies uitgevoerd voordat de industrie het ging doen. En pas op een gegeven moment toen hun duidelijk werd dat dit mogelijk was, toen was het niet meer een weerstand om het te doen en toen was het een graaiproduct. Nou, misschien dat deze casuïstiek iets kan zeggen over welke kant je ze op willen. En ik denk dat het begrip vraagsturing hier inderdaad kan gaan helpen. Dankjewel voor uw inbreng in deze en ook casuïstiek, meneer Van Dijken. Kamerleden, ja, meneer Haverkort, een vraag maar als u hem wel goed wil adresseren, want we hebben nu ook al veel sprekers, dus als u hem goed wil adresseren, ben ik u dankbaar. Alsjeblieft. Ik ga dat doen, voorzitter. Laat ik beginnen bij een vraag voor meneer Van Dijken van TNO. Want ergens in zijn betoog gaf hij aan dat technologie als alternatief voor dierproeven lang duurt, nodig is dat het goed gevalideerd wordt, maar ook nog de afweging financieel gemaakt wordt. En als wij in onze wetgeving hebben afgesproken dat we dierproeven doen, nee tenzij, dan zit daar in principe geen financiële afweging in. Dus wellicht kan die nog even aan mij toelichten hoe het dan toch kan dat er schijnbaar in die keuze ook financieel gedacht wordt, tenzij, ondanks dat we hebben gezegd, nee tenzij. Ja, meneer Van Dijken. Er zijn twee aspecten. Eén, we leven in een internationale wereld. Dus ook, dat is een ander voorbeeld wat we hebben gedaan. Een maag-darm mimic gemaakt van glas en stainless steel. Werkt prima, is een bedrijf die het nu aanbiedt. En je ziet dat toch buitenlandse bedrijven die andere regelgeving hebben gegaan voor goedkope hondenproeven in India. Nou, dat is heel onwenselijk. Dus eigenlijk zou je ook willen dat je dus ook op het gebied van prijs competitief kunt zijn voor dit soort dingen. Ondanks dat wij vinden dat prijs geen drijver zou moeten zijn, kun je voor het grotere maatschappelijke belang daar toch aandacht aan geven. Tweede aspect is, je weet van tevoren niet altijd bij de ontwikkeling van de methode wat de overwegingen zijn. Gaat het iets goedkoper zijn? Gaat het niet goedkoper zijn? Gaat het proces versnellen of niet? Dus dat kan nog steeds wel een belemmering zijn voor de industrie om ook dingen op te nemen. Want ze weten niet of het de alternatief werkzaam is en wat de kosten-baten is. Dus daar zul je als publiek sector of de maatschappij in moeten investeren om dit mogelijk te maken. Individuele bedrijven gaan dit waarschijnlijk niet doen. Het lijkt alsof meer mensen hierop willen reageren. Dan mag dat uiteraard. Zeker, nee, maar ik meende aan de non-verbale, ik houd ook de non-verbale communicatie in de gaten. Maar meneer Smit, ik zag het ook niet, ook meneer Bijman niet. Dan gaan we dan de volgende vraag, meneer Wassenberg, alsjeblieft. Dank, voorzitter. Ik stel mijn eerste vraag aan de heer Hellebrekers. Hij zei met zoveel woorden, wij maken als CCD geen beleid, wij voeren beleid uit. Dat klopt.
Hij heeft het ook gehad over de transleerbaarheid. En hij zei, er worden ook systematic reviews uitgevoerd. Maar dat is natuurlijk nog geen standaardprocedure. Het gebeurt vaker niet dan wel, omdat het op dit moment ook nog een vrij tijdrovend proces kan zijn. Op het moment dat een onderzoeker dat niet doet en hij vraagt een toestemming voor een dierproef en uiteindelijk wordt er niet goed gekeken naar wat er allemaal kan. En wat ik zei, dat is buitengewoon tijdrovend. En je ziet niet wat er mogelijk kan, dan wordt die toestemming al snel gegeven. Terwijl je eigenlijk niet aan dat belangrijke artikel 1d van de wet op de dierproef hebt voldaan. Zou je bijvoorbeeld niet moeten kijken of je die systematic reviews linksom of rechtsom als een standaard procedure zou moeten invoeren, zodat je eigenlijk zeker weet dat je als onderzoeker een dierproef gaat doen, dat je dan ook echt alles hebt bekeken wat mogelijk is. En misschien moet je daar ook wel die kunstmatige intelligentie voor gebruiken, waar mevrouw Ritskes het over had. Maar zou je niet daar veel meer naar moeten kijken of dat standaard kan worden? Nee, Hellebrekers. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank voor de vraag. Want dat is inderdaad precies waar het volgens mij om gaat. Het gaat erom van wat is nou de toevoegende waarde van het model en hoe wordt dat onderbouwd? En dat wordt heel nadrukkelijk uitgevraagd. En het is een beetje afhankelijk van type onderzoek of daar een systematic review als voornaamste of als ondersteunende methode bij gebruikt wordt. Maar op het moment dat het niet helder is. Of het model in de muis inderdaad enige relevantie heeft voor het vergelijkbaar model bij de mens, wat dan gesuggereerd wordt ergens in de tekst, dan wordt dat aangehouden. Dan gaat die vergunning er niet uit. En dan komt dat in vragenrondes, dan wel bij de DEC al, bij de Dierexperimentencommissie, wordt dat al uitgehamerd, dan wel bij ons in vragenrondes. En dat betekent soms dat ook zo'n proces langer kan duren, omdat dat antwoord dan komt. Wat we dan ook vaak zien, is dat die informatie wel beschikbaar is, maar niet in de aanvraag als zodanig goed terug te vinden is. Dus het moet voor ons niet alleen denken dat het klopt, maar het moet eigenstandig en navolgbaar in het document, in de aanvraag staan. En zo probeer je daar met methoden waar we wat mee kunnen, daar is de systematic review een goed voorbeeld van. Of die artificial intelligence nu al helemaal klaar is, ik laat me daar graag over adviseren door de collega. Maar dat is misschien nog wat vroeg. Maar één ding is zeker, op het moment dat dat beschikbaar is, dat dat toevoegende waarde heeft, wordt dat een vast onderdeel. Overigens, dat is misschien ook nog wel goed, want dat is ook. Wij hebben te maken met vergunningen die je voor 5 jaar afgeeft. Dat is, soms lijkt het hier alsof er in 10 jaar niks kan veranderen. Anderzijds weten we ook dat in 5 jaar heel veel kan veranderen. Het belangrijkste hierbij is wel om te weten dat er een algemene, ik zou zeggen disclaimer, maar dat is niet helemaal het goede woord, maar dat er een algemene regel geldt dat als er in die jaren wat verandert, dat dat dan wel de verantwoordelijkheid van de aanvrager, CQ, de uitvoerder, de onderzoeker is, om te zorgen dat je dus dan ook conform de wet handelt. Ook als die wet nu in 2023 dat nog niet voorschrijft, of die kennis er nog niet is, moet ik eigenlijk zeggen, want de wet schrijft geen modellen voor. Als die kennis er nu nog niet is, maar over 3 jaar wel, moet je daar wel degelijk wat mee doen. Het is geen vrijbrief. Zeker. Maar de wasmerk en dan komt er een avondkort, zeker. Ja, dank voor dat antwoord. En ik denk namelijk dat wij als politiek zouden kunnen helpen om te zorgen dat die screening van wat er mogelijk is en wat er niet mogelijk is, wat er misschien al gedaan is en die transleerbaarheid, dat wij daarin zouden kunnen helpen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door die ontwikkeling van die systematic reviews een vliegende start te geven, in elk geval door te ontwikkelen. En dat is dan niet volgend jaar geregeld, maar je hebt het dan wel binnen een paar jaar, zou je grote stappen kunnen maken. Dan kom je ook inderdaad op dat tijdpad wat mevrouw Ritskes aangaf. Want u geeft zelf aan, er wordt ook naar transleerbaarheid gekeken, en dat geloof ik ook, maar dan kan ik ook nog even naar de heer Smit kijken, want het NCAT heeft, ik zal even de hele Nationaal Comité Advies Dierproevenbeleid, het NCAT, heeft ook al eerder geconstateerd dat die transleerbaarheid wel een probleem is. Dus daar zouden misschien ook die systematic reviews een rol kunnen spelen. Misschien niet de rol, maar ik denk wel een belangrijke rol. Kan de heer Hellebrekers zijn en zou de heer Smit daar ook iets over zouden kunnen zeggen, voorzitter? Dat vraag ik u. Allereerst meneer Hellebrekers. Nou, ik kan er heel kort over zijn.
Als wij met z'n allen zelfs maar denken dat die systematic review erbij zou kunnen helpen, zullen wij dat moeten toepassen. En dan wordt de waarde daarvan ook steeds duidelijker. Als wij geholpen, want systematic review, dat is wel even aangegeven, maar een systematic review is niet automatisch simpel. Dus dat vergt kennis en dat vergt kunde. Ik meende te horen, maar dat is ook wishful thinking, geloof ik, maar dat als je middels een methode van artificial intelligence dat proces kan vergemakkelijken, en natuurlijk moeten er waarborgen zijn, dat is allemaal evident, dan kan dat helpen. Omdat, nou, dus in die zin wil ik dat pleidooi, wat eerder gedaan is door de collega, zeker steunen. Dank u wel, meneer Lebrekers. Meneer Smit. Ja, ik kan het van harte ondersteunen. Het is ook niet voor niets dat een aantal jaren geleden het NCRD daarover al een advies heeft uitgebracht. Dat hebben we ook met allerlei veldpartijen besproken. Ik wil daar één kanttekening mee plaatsen, want wij houden natuurlijk in het verlengde ook wat mijn collega zei, onverkort vast aan wat we in dat advies hebben opgenomen. Van de wereld van de fundamentele onderzoekers kregen we daar wel een paar kanttekeningen. Die zeiden, wij zijn met fundamentele vernieuwende vraagstellingen bezig. En juist omdat het zo vernieuwend is, is het moeilijk om daar die systematic reviews te doen, omdat de body of knowledge is beperkt. Dus daar werd ons wel gevraagd, kijk daar toch wel met een genuanceerde blik mee. Misschien moet je die eis van een systematic review iets laten vervallen en vervangen door gewoon andere schaarste kennis die op dat moment beschikbaar is en op een of andere wijze toch gesystematiseerd kan worden. Dat wilde ik even toevoegen. Ja, dank u wel, meneer Smit. Naar verkocht. Ja, voorzitter, dank je wel. En dat nee en zij, dat blijft me toch nog wel wat bezighouden. Het roept in ieder geval de vraag op richting meneer Hellebrekers. Hoeveel vergunningen geeft u organisatie af voor 5 jaar? Maar belangrijk ook, hoeveel stuurt u halverwege het proces terug, omdat er wellicht toch nog gekozen wordt voor een technologisch alternatief, waardoor er geen dierproef nodig is. Hè? Als we nee tenzij billiken, zou dat logischerwijs voor moeten komen in de procedures van het CCD. En ik heb ook even de vrijheid genomen om op uw website dat ZIP-bestandje te downloaden met al die aanvraagformulieren daarin. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook niet heel erg makkelijk de nee tenzij in terug kan vinden. Er zitten heel veel velden in die informatie vragen van de aanvrager over wat de dierproef behelst en hoeveel dieren en welke dieren en wat er dan allemaal voor nodig is. Maar ik kan niet zien van, goh, een simpel vraagje van, heeft u een alternatief wat vanuit de technologie wellicht hetzelfde zou kunnen bewerkstelligen? Misschien zou dat kunnen helpen. En als laatste in die keten, dan kijk ik ook naar meneer Smit. We hebben in het vergunningsverleningsproces hebben we een advies van de Dierenexperimentencommissie en een vergunningsverleningsadvies wellicht van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid. Maar zou het toch niet wenselijk zijn om in die keten wellicht ook een advies op te nemen van bijvoorbeeld TNO, wat zegt van, hey, we hebben ook nog eens even juist vanuit dat transitieproject Proef die Vrije Innovatie met die technologische blik naar die aanvraag gekeken. Want misschien zit er dan wel nog een alternatief in wat in dat proces dat nee tenzij wat zou kunnen versterken. Nou, 3 vragen, voorzitter. Eerst van Hellebrekers weer. Ja, we moeten wel, dank u wel, meneer voorzitter, we moeten wel zuiver blijven. De NCD heeft geen rol in het vergunningsverleningsproces. NCD is een gewaardeerde collega en het is een adviesbron, ongevraagd en gevraagd, een adviesbron voor ons. En zo zijn die rollen verdeeld. Dat is prima. En dat geldt ook voor een TNO. Laat duidelijk zijn, daar waar wij menen op een moment expertise tekortkomen, gaan we kijken waar we die expertise kunnen vinden. Ik geef toe, we komen heel snel eerst even kijken van, kan een NCRD er iets over zeggen? Maar dat kan ook een technisch advies bij een internationaal expert niet verbonden met het onderzoek zijn. Of een raad van dierenaangelegenheden of in de humane hoek adviesorganen die daar iets van vinden. Dus dat is de scheiding der machten, zou ik haast zeggen. Dat nee tenzij er niet in zit, dat is gelukkig niet waar. En dat bestrijd ik dus ook. Het is wel zo dat hij staat niet als vraag van precies zo geformuleerd. Dus ik snap dat als u door, want het is best een pakket, als u door dat pakket gaat, dat u zegt van waar staat dat dan? Het zit eigenlijk in het hele traject verwerkt. Dus het is wel degelijk iets wat
eigenlijk bij elke evaluatie, dat geldt voor een DEC waar ik niet bij zit, en voor onze vergadering waar een projectaanvraag op tafel ligt, als eerste leidraad naast dan de schadebatenanalyse aan de orde is. Dus dat zit er exact in. Ja, dan uw allereerste vraag. Ik ga gewoon eerlijk zeggen, ik kan dat slecht onthouden hoeveel vergunningen we op jaarbasis afgeven. Ik kan u alleen verwijzen naar onze jaarverslagen en daar staat het precies in. En die zijn redelijk actueel en die krijgt u sneller dan van andere organen. Dus daar wou ik u naar verwijzen. Maar relevanter wellicht ook in deze is uw vraag van hoeveel wijst u nou af? En dat is niet zo heel veel. En dat komt door die kolom, door dat proces. En dat heeft dus niet te maken met dat wij heel gemakkelijk toekennen. Dat heeft te maken met het feit dat er in dat hele proces een IVD... Kijk, misschien nog goed om even terug te gaan. Een onderzoeker, zo'n onderzoeksaanvraag wordt vaak geschreven door de onderzoeker zelf. Die begint en die moet dan 5 jaar. Dat is een jonge promovendus. En die moet dan voor de komende 5 jaar moeten zijn werk gaan beschrijven. Die heeft daar niet alle verstand van, want dat is de eerste keer dat hij het doet. En voor de komende 5 jaar is hij er klaar mee. Dus die wordt ondersteund en geadviseerd en gecorrigeerd door een instantie voor dierenwelzijn. En die gaat bij zijn collega's langs. Nou komt op een gegeven moment komt dat bij ons en wij geven dat dossier dan aan een DEC. Die kijkt er nog heel nadrukkelijk naar. Die stelt vragen. Daar worden soms aanvragen significant herschreven. En dat is vriendelijk uitgedrukt. En sommige aanvragen gaan nog veel verder. Als in, zijn niet toetsbaar. Die gaan terug van dit kunnen we niet bekijken. Dat heeft niks met TNO overigens te maken. Die kunnen we niet. En dan komt een nieuwe aanvraag vanuit diezelfde onderzoekshoek. En vervolgens komt het dan uiteindelijk bij de CCD op tafel. En die heeft dan ook wellicht nog aanvullende vragen. Dat is ook een stuk de frustratie van die stapeling van dat proces. Maar uiteindelijk leidt dat ertoe dat dat dan veelal in de vorm die het dan gekregen heeft vergund kan worden. En dan is er nog de mogelijkheid dat wij voornemens zijn het af te wijzen. En dan kan er nog een zitting plaatsvinden. En wat er ook gebeurt, is dat er dan in zo'n zitting, wat net niet een rechtszitting is, maar een informatieve zitting, dat er in de zitting dan, nou als ik het helemaal plat sla, alles wat wij misten, dan opeens gedocumenteerd, gedegen en geordend en navolgbaar op tafel komt. Waar bij ons ook wel eens de verzuchting is, als ze dat nou direct erin hadden geschreven, dan was het proces voor de DEC en voor de CCD en voor de aanvraag een stuk soepeler gaan. Nou, alles bij elkaar leidt het ertoe dat er in feite zo'n proces ertoe leidt dat het aantal aanvragen wat afgewezen wordt beperkt is. Maar wel, er zijn wel veel aanvragen die in de hele procesgang geamendeerd, dat is dan wel heel vriendelijk uitgedrukt, ik zou eigenlijk zeggen, significant herschreven zijn. Dank u wel, meneer Ellebrekers. U adresseerde de vraag ook aan meneer Smit, maar ik geef toch heel even meneer Meiboom de kans. Die wilde op iets reageren, zag ik, en dat wil ik hem nu de kans geven. Ja,